een vlid jonkje wil gaan boeren worden. 18 en dan wist ik het al en dan zag ik toen de scheids en ik wil laten boeren worden. En dan horen die, ze liggen overal in klompjes liggen voor de tank. Ja, dat vind ik aardig. Het is mijn lust in mijn leven. Melken en wat vuurgen. En die is dit altijd maar in huid? Eerst al, hè. Maar die had me bij, ja. Ik kon altijd naar zijn moe, hè, met melken en wat. Ja. Dus daar had je het van leerd? Van leerd, ja. Van leerd aan een jongetje aan met je boer, of ben je blauwe in je boer. Maar erin zetten. En wie in huid ik een goede leraar? Ja, streng. Hoezo? Van ben weer de streng, van boot naar maar bij de kei weer de heel streng. Dit moet zo en dit moet zo. En die stal zit al 42 jaar, die had die schuit en mijn oom gezien, ze had dat gebouwd. En nou, het draait om leven. Dat is er nog niet helemaal goed voor, zit net volgens mij. Nou, die had de oorbaan, die had trees mee. Ik denk dat God wat mis. Nee, die gaat niet mis. Hou een dakje. Nee, ik mag me direct net maar bemoeien. Nee, maar altijd vragen is dat vrij, hè? Nou, daar ben je de expert hier vanzelfs. Dat hoop je ook. Dat zet er wel in. En intussen is het al je vandaag? We zitten in een maatschap, we zijn 12 december overleden. Er gaan een dubbele longontsteking. Helaas. Die hier lijf van de long, maar vocht achter de long. En nou, de vriendin zei, maak me naar de dokter daar. Nou, hadden jongens voor naar het ziekenhuis gehoord. En horen dat ik kreeg een dubbele longontsteking. En hier kreeg ik een telefoon, ja helaas, je vader is overleden. Dat weet van u een hele schat. En wat deed dat met die? Ja, we zijn een hoogste reden, we gaan niks meer zijn. Ik ben met de tributes zijn daar aan. Was je dan bij de kei best? Helpt dat ik wel eens even om dat verdriet wat kwijt eruit te zien? Je komt al in de stal en denk je voort bij het laatste mandje. Tja, we zijn in Amsterdam. S'nachts was hij in de stal. De koeken lagen rustig daar aan. En daar is de eegallers. Dat de koekjellen moest dan. S'nachts past hij huid erop. En als je nou zo omringt, denk je dan nog wel eens aan die huid? Maar je wordt denken. Ik vind altijd wat dingen, ja, dat had te maken en dat had te maken. En dan ben je wel een beetje gerealiseerd. Ik zet er nou weer terug.